Nou, dit stuk is van nu ongeveer, als ik zo mijn voetstappen tel, ik denk 9 bij 9, 10 bij 10. Dus zeg maar een kleine 100 vierkante meter. En dat is precies genoeg om een simpele ontvangstruimte te bouwen op deze kleine begraafplaats aan de noordkant van Houten. Jan Lenstra is al lang gepensioneerd, maar maakt zich als vrijwilliger hard voor de komst van dat gebouw. Voor alle gebruikers van de begraafplaats, maar ook voor zijn eigen zoon die hier begraven ligt, voormalig CDA-wethouder Henk Lenstra. En op zijn sterfbed heb ik hem beloofd dat ik mijn best zou doen om dingen die niet tot een einde waren gekomen, om dat over te nemen. De voormalig wethouder overleed op zijn 50ste aan een hersentumor. Hij wilde hier ook al een ontvangstruimte realiseren, maar die kwam er niet. Het opbaren gebeurt op andere plekken in Houten, maar families willen hier elkaar wel een hand geven of een kopje koffie drinken na de begrafenis. Maar de manier van afscheid nemen, dat ontbreekt. En ik weet hoe hij erover dacht, hoe trots hij was op de manier waarop dit tot stand gekomen is. En iedere keer denk ik, waarom? Het antwoord daarop hebben ze bij het gemeentehuis in Houten. We hebben als college gezegd, er zijn alternatieven in de buurt. En het aantal begrafenissen neemt af. Het aantal is eigenlijk te weinig om goed te verantwoorden dat we daar een investering in gaan doen. Hier twee deuren. Jan ziet het al helemaal voor zich. En hier tegenaan het toilet, het verlengde van die. En volgens hem had Houten dat gebouw al lang kunnen realiseren. Simpel en goedkoop, zonder luxe. Heel eenvoudig, droog, uit de wind en afscheid kunnen nemen. De plek naast zijn zoon is gereserveerd voor Jan en zijn vrouw. Jan hoopt dat Oud-Wulven tegen die tijd wel een ontvangstruimte voor zijn familie heeft.